Op verzoek van de VVD-Altena-fractie vond op dinsdag 15 oktober een interpellatiedebat plaats. Zij stelden vraagtekens bij het grote tekort op de begroting en zagen zich genoodzaakt het college ter verantwoording te roepen. Is het college in staat om duidelijke cijfers omtrent de WMO te produceren? En 4. Deelt het college onze mening dat het tekort inmiddels zo ver uit de hand gelopen is dat ingrijpende keuzes nodig zijn en hierdoor de Raad nauw moet worden betrokken bij het vormgeven van deze keuzes? Het college beseft zich dat ze beter en meer hadden moeten communiceren naar de gemeenteraad en betreurt de situatie. Het college was ook er helemaal niet blij mee dat we de eerste melding rondom het tekort niet konden meenemen in de kadernota. En het is bijzonder vervelend als je na de zomer moet constateren dat de stijging zo hard gaat dat je opnieuw moet melden dat het veel meer is dan die 9 ton. Het tekort wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Bijvoorbeeld door nieuw opgelegd beleid voor de hulp in de huishouding, welke niet meer inkomensafhankelijk is en daardoor meer mensen een beroep doen op de gemeente en deze niet meer zelf betalen. Het is de hulp bij huishouding. Het nadeel daarop is 7 ton, 702.000. Dit heeft alles te maken met het abonnementstarief wat is ingevoerd door het Rijk per 1 januari 2019, waardoor je ziet dat er een toename is van vraag op dit gebied. Dat geldt ook voor begeleiding. Daarvan zien wij nu een nadeel van ruim 7 ton, 717.000 euro. Dat is met name veroorzaakt door instroom van GGZ, mensen die GGZ-indicatie hebben. In het hele speelveld van de hectiek werden we inderdaad geconfronteerd met de overschrijding van 9 ton die mijn collega net heeft gemeld. Dat was te laat voor het opnemen in de kadernota. De gegevens zijn eind mei in het college gedeeld en vervolgens met uw raad gedeeld. De gestelde vragen kregen bijval van alle partijen die zich ook zorgen maken om het enorme begrotingstekort. We zijn blij met het voornemen van het college dat een externe bijgehaald wordt om de zaak op orde te brengen. Ja, ons zorgenkindje is opeens wel heel erg groot geworden. U heeft beterschap beloofd in het informeren van de Raad. Dat een financieel probleem voor de gemeente niet mag worden omgezet in een extra zorgprobleem voor een kwetsbaar deel van onze inwoners. Uiteindelijk werden er door het college vele toezeggingen gedaan waarbij voornamelijk de gemeenteraad beter geïnformeerd gaat worden en zoveel als mogelijk betrokken bij het proces. Ik concludeer ook dat de Raad vindt dat het college in ieder geval onvoldoende grip had. En of het college nu voldoende grip heeft, dat moet nog blijken. Zowel het college van de gemeente Altena als de gemeenteraad zijn tevreden met de uitkomst van het debat. De bezuinigingsmaatregelen die nog moeten worden getroffen zullen uiteindelijk wel gevolgen gaan hebben voor inwoners die gebruik maken van deze WMO-voorzieningen. We zullen als raad gewoon ook keuzes moeten gaan maken en daar moeten we niet blij mee zijn, daar zijn we niet blij mee. Wij zijn als SGP-fractie ook echt niet blij met de situatie die nu is. En dat betekent ook heel veel voor mensen die ook zorg nodig hebben, want er zullen keuzes gemaakt moeten gaan worden. En die zullen binnen het sociaal domein gezocht moeten worden. Dus dat gaat ongetwijfeld pijn doen. Het deukje zit er nog wel, maar er zit in ieder geval een mooi nieuw laagje verf op. Dus zodat je hem niet zo goed meer ziet. En ik heb er alle vertrouwen in dat het college dit middel en de reactie van de raad heel serieus neemt. En deze toezeggingen die nou gedaan zijn ook daadwerkelijk uitvoert. Er is een tekort. Hoe wordt het aangepakt? Bezuinigen op de WMO is onmogelijk. Als mensen hulp nodig hebben, moeten ze hulp krijgen. Wat de kosten ook zijn. En ja, daar moet gewoon een mouw aangepast worden, een financiële mouw deze keer. We moeten met elkaar nog verder in debat met elkaar over de inhoud. En ja, college, zorgen ervoor dat we niet nog een keer zo verrast worden. Dat is eigenlijk voor ons de 2 speerpunten die vanavond belangrijk waren. En die heb ik bij andere fracties ook gehoord. Hier wordt niemand blij van. We willen daar meer bovenop kunnen zitten. Nou, daar zijn we dus nu ook hard voor aan de slag. En de Raad heeft ook duidelijk gemaakt vanavond, betrek ons daarbij. Dus we gaan dit jaar daar nog inhoudelijk over om tafel.